Goeiedag, we hebben te maken met een onstuimige dag buiten. Met name in het westen en noordwesten van het land staat een krachtige tot harde zuidwestelijke wind met kans op zware windstoten, die af en toe wel kunnen reiken tot 85 of 90 km per uur. Heel plaatselijk levert dat ook wat schade op, maar in de loop van de middag en vanavond neemt die wind alweer geleidelijk in kracht af. Nou, die wind hangt samen met een lage drukgebied boven de Noordzee. Ligt vanmiddag een paar honderd kilometer noord van de Wadden en trekt dan de komende uren richting Scandinavië weg. Vervolgens wordt het in onze omgeving relatief rustig en morgen zelfs enige tijd behoorlijk warm. Met in het oosten van het land misschien wel temperaturen tot zo'n 28 of 29 graden. Daarna passeert het gebied met buien en de dagen daarna komen we in een zuidwestelijke stroming terecht met geregeld ruimte voor de zon, wel beduidend koelere lucht dan vandaag en ook morgen het geval is. Want bijvoorbeeld zondagmiddag komt de temperatuur niet veel hoger meer uit dan een graad of 20. We krijgen te maken met warmere lucht, dat zal vooral morgen het geval zijn, en daarna ook met vrij actieve buien. Die zullen vooral zaterdagavond ons land passeren. Dat zien we hier. Die gele stroken, dat zijn die buien die morgenavond over het land trekken. Ontstaan dus vooral boven het midden van Nederland en worden naarmate ze noordoostelijke trekken steeds actiever. Daar is de lucht namelijk warmer en ook wat onstabieler. En die gele en oranje stroken, dat zijn dus die buien die over het land trekken. Zijn neerslagsommen van 10 tot 20 mm kan er op sommige plaatsen vallen morgenavond. Gaan we dan kijken iets oostelijker van Nederland, boven het westen van Duitsland, maar ook richting Luxemburg en Noord-Frankrijk. Ja, daar wordt echt zwaar onweer lokaal verwacht met wellicht op een enkele plek misschien wel meer dan 50 mm neerslag. Nou, dat lijkt aan onze neus voorbij te gaan, maar we moeten het toch even in de gaten houden, want de buien kunnen behoorlijk heftig uitpakken op sommige plaatsen. Dat dus morgenavond en misschien ook wel deels in de nacht naar zondag. Nou, vanmiddag is het veel rustiger wat dat betreft, in ieder geval qua buien. Af en toe valt er wel wat lichte regen of motregen. En ja, de bewolking overheerst met name in het oosten van het land. Later breekt langs de kust de zon door en wordt het daar in elk geval droog. Het waait stevig met een windkracht 4 tot 5 boven land en een windkracht 7, mogelijk zelfs even 8 in het noordwestelijk kustgebied. Dat is een stormachtige zuidwestenwind en daar is dus ook kans op zware windstoten. Temperaturen daarbij rond 21 of 22 graden, maar als het regent is het wel ietsje frisser dan dat. Nou, vanavond wordt het dan droog en ook komende nacht is het droog. Vanuit het westen volgen brede opklaringen en de temperatuur daalt daarbij naar een graad of 15. Wat verder opvalt is dat de wind behoorlijk gaat afnemen. En morgen is het dan een stuk rustiger dan vandaag. Hooguit matige wind uit een zuidelijke richting, maar die zuidenwind voert wel veel warmere lucht aan dan we de afgelopen dagen hebben gezien. De temperatuur gaat namelijk oplopen naar zo'n 20 tot 22 graden in het noordwestelijk kustgebied. Tot misschien wel 29 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Nou, aanvankelijk is het overal droog. Later neemt in het westen en noordwesten de bewolking toe en gaat het daar af en toe regenen. Morgenavond, dan krijgt de oostelijke helft te maken met een paar stevige regen- en onweersbuien. En vooral in het zuidoosten kunnen daarbij ook weer opnieuw zware windstoten voorkomen. Misschien wel tussen de 80 en 100 km per uur. Zoals gezegd zijn de zwaarste onweersbuien waarschijnlijk voor Duitsland en delen van Luxemburg en Noord-Frankrijk bestemd. Maar het is niet uitgesloten dat een enkel exemplaar van die zware buien misschien ook wel het oosten of uiterste zuidoosten van ons land schampt. Nou, zondag is die warme lucht dan weer verdreven. Middagtemperaturen dan rond de graad of 20. Iets onder normaal dus voor eind augustus. Maar het weerbeeld ziet er wel fraai uit. Er is veel ruimte voor de zon, het blijft overal droog en er staat niet meer dan een meest matige westelijke wind. En daarna keert die warme lucht toch weer heel snel terug. Maandag is het nog gematigd warm met een graad of 21. In de ochtend nog vrij veel wolkenvelden, maar later op de dag wordt het steeds zonniger en de dagen daarna verlopen eigenlijk overwegend zonnig. Met spoedig weer zomerse temperaturen. Vanaf woensdag wordt het gemiddeld over het land een graad of 27. Maar in het zuidoosten komt zelfs in de tweede helft van komende week de grens van 30 graden geleidelijk in zicht. Nou, die piek zien we ook mooi terug in de pluim. In de loop van volgende week hoge temperaturen, gemiddeld een graad of 27, 28, maar in het zuiden van het land soms een tropische 30 graden. En op de langere termijn neemt die onzekerheid wat toe. Er kan ook dan een enkele regen- of onweersbui vallen, maar over het algemeen lijkt het ook dan toch wel behoorlijk warm te blijven voor de tijd van het jaar. Ik wens u alvast een goed weekend.